Hele goedemorgen. Achter mij zien jullie een hele gave Mercedes AMG staan, de E53 Coupé om precies te zijn. Een auto waar ik vrouwen nooit over heb gehoord, nooit eerder aan heb gedacht, maar wellicht een van de leukste Mercedes AMG's van het moment is. Enige probleem alleen, hij kost 200.000 euro. Want zeg nou eerlijk, deze auto ziet er gewoon onwijs sexy uit. Daarnaast heeft hij gewoon ruim 450 pk en maar liefst 520 Newtonmeter aan koppel. En zo sprint deze onwijs sexy coupé dus van 0 naar 100 in slechts 4,4 seconden. En denk dat het een mooi moment is om eens een keertje kennis te gaan maken met deze Mercedes AMG. En dit vind ik ook altijd mooi bij Mercedes, dat die gordel gewoon onwijs subtiel en mooi wordt aangegeven in de coupé varianten. Het interieur bij Mercedes moet ik ook toegeven, dat is altijd wel een heel stuk extremer en mooier dan wat ze bij BMW doen. BMW gaat vaak voor minimalistisch, wat ook mooi is, wat ook fijn is. Maar Mercedes is wel gewoon altijd top notch. En dit is wel een soort van irritant altijd. Wat kan ik voor je doen? Wat is de mooiste weg waar ik hier al in de buurt kan rijden voor een gave video? Hoop ik ook dat we antwoord krijgen. Precies, dat dacht ik al. Dus leuk idee, heb je niet zoveel aan. Maar deze auto, dit mooie automerk, om even je systeem te foppen. Het is altijd wel gaaf hoe ze dat aanpakken. Het ziet er allemaal mooi uit, het ziet er echt wel verder uit dan als bijvoorbeeld een Audi of BMW. Echter, met alle toeters en bellen ben ik altijd wel een soort van de weg kwijt. We kunnen namelijk de sportstanden, niet de racestanden, de sportstanden kunnen we natuurlijk bedienen via het stuurwiel. We kunnen hier ook kiezen of we de dempers in comfort of sport willen. Maar dat kan ook weer allemaal via dit menu. Zo heb ik het hier, zo heb ik het hier, zo heb ik het hier. Maar ook dus hier, hier en hier. En ik heb hier ook nog vier rijen waar we weer andere dingen kunnen gaan aanpassen. Maar dus de E53 Coupé. Ja, het is een auto waar ik eigenlijk nooit bij stil heb gestaan. En toen ik eigenlijk vandaag zou staan, dacht ik bij mezelf, wow, die is echt serieus onwijs mooi gewoon. En mensen kennen denk ik vaak de C-coupé, maar de E-coupé, daar hoor je helemaal nooit iemand over. En desondanks, ja, hij is duur, hij is heel erg duur in Nederland. Deze overigens is wel een stukje goedkoper dan de prijs die ik net noemde. Nee, dat heeft niet te maken met de nieuwprijs. De nieuwprijs is dus inderdaad 200.000 euro. Deze is een stukje goedkoper gelukkig. Deze kost namelijk net eventjes onder de 100.000 euro. Is hij dan al helemaal afgeschreven? Zeker niet. Hij komt bijna nieuw uit de doos. Dus dat is fijn. Mocht je het nieuwe E53 AMG Coupé zoeken, dan staat hij hier al in Rotterdam bij Mercedes van Mossel. En in deze video gaan we dus gewoon eens kijken of het echt leuk is of deze auto zijn AMG badge verdient. Voor een hybride tussen aanhalingstekens. Echt wel heel erg lekker. En nee, het is geen saaie, stoffige hybride waar je een stekker bij krijgt of iets in die trant. Of dit is een mild hybrid. Dus je krijgt een klein beetje extra vermogen elektrisch. Die gebruikt je voornamelijk om dus weg te rijden of om achteruit in te parkeren. Maar daarentegen gebruikt hij een zescilinder. En die zescilinder die klinkt best wel heel erg aardig, moet ik zeggen. Verder is de versnellingsbak in dit geval echt super snel. De auto is vierwiel aangedreven. En dat zorgt dus natuurlijk weer voor extra veel grip. Het enige wat ik dus nu alweer heb in de Mercedes is dat ik echt het gewoon helemaal kwijt ben in het infotainment systeem. En dat is ook gewoon een kwestie van meer rijden in zijn auto. Ik denk dat als je hier natuurlijk 2 dagen in rijdt, dan heb je het allemaal helemaal door. Maar in de basis, met de linkerknop bedien je dus zeg maar ja, gewoon alle tellers hier voor me. Ik zie hier dus dat hij pas 11.000 kilometer heeft gereden. We kunnen natuurlijk de tellers aan de linker en aan de rechterkant kunnen ook weer aanpassen. Gemiddelde snelheid. Deze is het verbruik. Die kunnen ook weer naartoe. Oh, G-krachtenmeter. De sportstanden natuurlijk. En eindelijk het toerenteller ding. Want net stond hij op iets geprogrammeerd dat ik dacht van, hoe weet ik nou eigenlijk waar ik moet schakelen? Want het is natuurlijk niet een hele spectaculaire auto qua sound. Hij klinkt leuk, het is deels speaker, zoals alle nieuwe auto's tegenwoordig. Maar daarbij was ik dus de vorige tellers heel eventjes kwijt.
wanneer ik nou zeg maar moest schakelen. We hebben dus bijna 7000 toeren. Frontassist, die ook gewoon goed werkt en dus ingrijpt wanneer het eigenlijk helemaal niet nodig is. En over frontassist en ADAS-systeem gaan we het ook later in deze video nog hebben. Want we hebben weer een auto, die gaan we helemaal uit elkaar, maar ook vooral weer in elkaar zetten. We hebben namelijk een GLC binnengekregen bij Van Mossel Hightech Autoschade in Rotterdam. En die mogen we in elkaar zetten. We hebben een hele serie gemaakt rondom de Audi Q8. Die we van heel veel schade binnenkregen weer helemaal hebben hersteld. Die auto zag er echt weer waanzinnig uit. Ik zal hier bovenin even een linkje plaatsen. Daar kan je de hele serie kijken. Echt een aanrader. Ik heb met een hoop plezier aan mogen werken. Maar bij deze dus weer eventjes een soort van terugblik van hoe werkt het nou? Wat gaan we doen? En dat later dus in deze video. En zo zijn we weer terug bij Van Mossel Autoschade Hightech in Rotterdam. Hier hebben we de allereerste video van deze serie, van dit avontuur met Van Mossel Autoschade, gefilmd. We hebben hier een hele mooie GLC staan. Daar gaan we montage, demontage mee filmen. We hebben natuurlijk recent een hele video mogen maken, of een hele reeks video's mogen maken met een Audi Q8. Zo even geleden, dus even kijken of ik dat nog ongeveer een soort van beetje kan. Denk het niet. En het mooie als je hier dan natuurlijk binnenkomt is dat we altijd heel veel verschillende auto's hebben. Zo hebben we in mijn auto de dikste AMG van het moment, nog steeds de G63, die is er al 100 jaar natuurlijk. 8-cilinder. We hebben gewoon een hele chique GLC staan. Hier gaan we dus mee aan de slag. En dan hier, verderop, hebben we een volledig elektrische EQS. En het mooie hiervan dus is dat we hier weer een hele andere training voor nodig hebben dan bijvoorbeeld het werken aan een G63. En wij gaan dus vandaag aan de slag met het monteren van de achterbumper op deze GLC. Jij had iets, hè? Zei je. Ja, zo je hier ziet op de hekhaak is er gewoon de impact geweest. En daarom gaan we ook de hekhaak vervangen. Zo, dat is wel een flink knal geweest. Weet je wat er is gebeurd, of niet? Geen idee. Denk iemand achter op de knal. Het is wel een goede geweest aan dit allemaal zien. Moet je kijken, jongens. Dit is dus helemaal door gewoon hier ook. Dat gebeurt niet zo 1, 2, 3. En moet je kijken wat er met die bumper helemaal is. Dit ziet er natuurlijk al vrij snel spectaculair uit. Maar dat dit helemaal door is, dat is wel bijzonder. Dat hebben we nog niet eerder gezien. We gaan kijken wat we hier nog van kunnen gaan gebruiken. Hiervan kunnen we misschien sommige delen gaan hergebruiken. Dit is op de kapotte bumper zaten. En die gaan we op de nieuwe bumper monteren. Ik stelde net de vraag, want zoals u natuurlijk zou zien, dit is geen nieuwe auto. Maar hier hebben we één nieuwe uitlaattip. Deze kant is natuurlijk gebruikt, maar wel onbeschadigd. En dan denk ik bij mezelf, ja, waarom dan één nieuwe en één gebruikte? Dat gaat natuurlijk zorgen voor kleurverschil, ondanks dat we natuurlijk gaan oppoetsen voordat we hem afleveren. En de reden daarvoor is dat je van een zekere maatschappij er niet beter van mag worden, is dus blijkbaar het geval. Zo word je natuurlijk ook beter, want de auto wordt voorzien van nieuwe onderdelen. Maar het is natuurlijk niet zo dat we dingen die nog niet aan vervanging toe zijn, ook moeten gaan vervangen omdat het er dan beter uitziet. Deze is natuurlijk goed, deze is nieuw, ook goed. En zodoende hebben we dus een nieuwe, niet zo nieuwe en een nieuwe. En ja, we moeten het doen met oppoetsen in dit geval. Los van mijn schuld. Dus waarom heb je gebak gehaald dan? Ik was wederom te laat. Hij is zo snel op de circuit, man, maar hij is al te laat. Ik had gewoon een heel slecht excuus. Ook gewoon, ja, file telt gewoon het tegenwoordig niet meer. Nee. Eerder van huis, moeten checken. Nou, je hebt vast wel een handig gereedschapje waarmee ik dat plakbandje kan doorsnijden ergens. Ik denk dat jij een mesje zoekt. Ja, hè? En unboxing hier ook. Unboxing. Oh. Het is ook lastig, hè? Kijk eens. Oei! Oh, je hebt wel je best gedaan. Zeker. Kijk eens, jongens. Kijk, als je dan goed te laat komt, half uurtje maar. En... maar ook, hoe die dat zegt, maar. Half uurtje, weet je, dat moet je ruim zien. En, maar, ik ben net een Curaçao, zeker. Zeker. Klik, 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 klik. Ja. Het lijkt allemaal simpel, hoor. Het lijkt bijna simpel.
linkerhaven. Ja, eigenlijk is het raar dat je hiervoor moet leren. Gek, hè? En dit zijn dus die radars, die hebben vorige keer ook met de GT43 laten zien. Ja. Die zitten achter de bumper waarvan je geen idee hebt dat er een radar zit, maar er zit dus zeker een radar in. Klopt. Nou, de bumper die zit hier al op zijn plek en het is jullie waarschijnlijk al opgevallen dat we hier nog wel missen. Die staan in backorder, die komt hier met de middagroute aan, dus die kunnen we dan later meteen monteren. Maar het monteren van de bumper is natuurlijk één. En nu is het tijd om te kijken of alle systemen weer helemaal kloppen zoals we zouden moeten doen. Kijk, en dit is natuurlijk wel een interessante kwestie, want dit zijn de twee radarsystemen die we dus net hebben laten zien, die ook weer op de GT43 zaten, maar dan anders, want die werken niet op deze auto. En hier hebben we dus de rode uitroeptekens. Ja, dan zou je kunnen denken van nou, Sam heeft ze gemonteerd, dat heeft hij niet goed gedaan. Maar het is dus zo dat op het moment natuurlijk van de impact hebben we net gezien dat de kabelboom helemaal door is. En dat heeft dus waarschijnlijk kortsluiting gezorgd waardoor de zekering eruit is geklapt. Dus nu moeten we op zoek naar de zekering. Die moeten we resetten, denk ik. Vervangen. Vervangen inderdaad, vervangen zelfs. En dan hopen dat de radarsysteem het wel doen, want als dat niet het geval is... Dan gaan we weer verder. Dan hebben we nog een uitdaging. We hebben de plek van de zekering gevonden. Die gaan we nu natuurlijk doormeten om te kijken of we inderdaad gelijk hebben. Of dat ik het gewoon helemaal fout heb gedaan. Kijk, de linker die is dus inderdaad onderbroken. Die is gebroken. En de rechter, dat is een nieuwe. En dan zie je inderdaad dat die helemaal doorloopt. We hebben de auto weer opnieuw uitgelezen. En wat ons meteen opviel is inderdaad dat we hier al in de middenconsole of in de dashboard geen melding kregen. En zo zit de dag er weer op. Hebben we wat moois gereden. En zit de auto weer voor grotendeels in elkaar. Het enige waar we op wachten is dus het dingetje in backorder. En dan zit hij erop. En dan kan de huidige eigenaar natuurlijk weer mooi en strak op pad. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Vergeet Flexvak van Mossel en mij uiteraard niet te volgen. En dan zie ik jullie weer heel erg snel. Hoi!